Dag Sojeline, proficiat met de voorstelling van je boek. Goedemiddag Johan, dankjewel. Ja. Zolang je op hakken kan lopen, hoe lang is dat dan nog? Ja, ik denk dat ik mevrouw Muller ga nadoen en zij was 70. Ja. Dus ik voel me nog steeds supergoed op mijn hakken. Maar dat is nog heel lang dan dat je op die hakken... Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Dat hoop ik tenminste. Ja. Ja, inderdaad. Zeg, er staat zo'n beetje carrière. Jouw carrière wordt een beetje gevolgd in dat boek en voorgesteld. Ja. Uw slotbeschouwing op het einde van je carrière. Ja. Wat vind je zelf? Ja. Ja, mijn slotbetuiging is eigenlijk dat ik voor doel heb om mannequins op te leiden. Dat is in eerste instantie mijn taak ook. Daarom is ook de modelopleiding. En ik wil ze ook begeleiden daarna, maar ik help ze tot aan de deur. Mm-hmm. En vanaf de deur is het hun taak natuurlijk om verder te gaan, castings te doen en noem maar op. En welk pad dat ze willen betreden. Mm-hmm. Oké, dat was het einde. En nu springen we naar het begin. Ja. Hoe ben je begonnen? Ik ben eigenlijk begonnen als klein kindje al. Ik was heel flamboyant destijds al. Mijn mama was toneelspeelster, vroeger in een regionale toneelgroep. En ik was altijd degene die de lipstiften ging weghalen, de hakken ging weghalen, haar Nivea-producten van de kastje ging halen. En daarna is natuurlijk, heb ik zelf een modelopleiding gedaan. En ben ik geluksfactor in de Playboy terechtgekomen. Ja. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is eigenlijk heel stom, want ik had eigenlijk mijn droom aan de kant gezet. En een regionaal krantje vroeg gewoon voor nog één keer te poseren voor hun. Dat was plaatselijk krantje De Courier. En ineens merkte meneer Piet van Os, de manager van Playboy Europa, die foto op en dan is de bal aan het rollen gegaan. Heeft hij mij gevraagd voor een exclusieve reportage voor de Playboy. Eerst was het voorzien voor België, maar het is dan internationaal geworden. Die foto's staan allemaal in de boek ook? Er staan een aantal foto's van de Playboy in de boek, maar ook een paar foto's die nooit getoond geweest zijn. Ah ja, ja. Tof. Ja, ja. En is dan de bal aan het rollen geraakt voor jou? Ja, effectief is de bal aan het rollen gegaan. Want dat jaar heb ik niet minder dan 350 covers gedaan. Of binnenpagina's in alle soorten kranten, in magazines en noem maar op. Ja, ja. En vandaar ook mijn werk als model, zowel nationaal als internationaal. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 37. Ja. Dat is eigenlijk wel een oudere leeftijd om als model om aan de slag te gaan. Ja, maar als je in een Playboy moet staan, zelfs met die leeftijd, dat wil dan toch wel iets zeggen. Hè? Ja, ik denk dat ik de juiste look zat en uitstraling ook. En het was ook zo dat Shannon Doherty van de serie, de bekende serie Beverly Hills, normaal die maand op de cover zou staan. En de gelijkenis destijds was zo treffend, omdat Shannon Doherty, om welke omstandigheden ook, die cover afgezegd heeft. Ik dacht, wegens ziekte. En dan ben ik in de plaats vervangend gekomen. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel geluk gehad natuurlijk. Hè. Dan op een gegeven moment ben je ook met Miss en Mister verkiezingen begonnen. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja, hoe ik tot Miss en Mister verkiezingen gekomen ben, dat hoort eigenlijk bij het totaalpakket. Ik bedoel, je volgt een opleiding als model en je wilt ervaring opdoen. Dan zeg ik ook altijd van, kijk jongens en meisjes, je kan misschien eens een Miss verkiezing proberen. Je legt daar misschien andere contacten, mensen in de modewereld die jou kunnen opmerken. En misschien is dat niet een slecht ding om te beginnen alleszins. Ja, dat klopt. En nu doe je Models Inc. in feite? Ik doe opleidingen, ik begeleid modellen en ik leer hun technische dingen aan, zoals catwalk, de pasjes, de houding, de visagie, al dat soort dingen, wat eigenlijk verzorging, wat bij een model horen. Mm-hmm. En zoals ik daar straks al zei, ik help ze tot aan de deur en dan ligt het bij jouzelf in handen. Staan er veel verrassingen in jouw boek? Verrassingen, waarheden staan in mijn boek. Ik bedoel, ik geef mensen of beginnende modellen tips en tricks. En het is gewoon mijn levenswerk wat erin zit. Wie is jouw doelpubliek voor dit boek? De modellen, de aankomende modellen? Of wie denk je dat het meest gebaat is met jouw boek? Ik denk aankomende modellen, ook modellen die bezig zijn, maar ook het ongekende. Ik bedoel, mensen zijn altijd gefascineerd door mode, wat speelt zich af in de modellenwereld. En in dit boek probeer ik alles via waarheid te schrijven. Als je jouw carrière zou samenvatten met drie woorden, Joseline, welke zouden die drie woorden zijn?
Glamour, glitter en eerlijkheid. Oké, waar kunnen we jouw boek bestellen? Ja, models.inc.bvba@telenet.be of regionaal bij drukkerij Hellings in Bulze, Stationsstraat. Dat is ook de drukker van mijn mooi boek. Oké, super. Allemaal kopen die boek dan, hè? Ja, ik hoop het. Dank je wel. Succes ermee. Ja, dank je.